zo begint de proef. De grot van de krijzende vrouw. Hoe weet je nou zeker dat dit het is? Hè? Misschien is het hier wel ergens verderop. Oké. In een wereld waar niemand naar elkaar luistert. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat het niet zo goed, man. Oh, best wel slecht eigenlijk. Nou, oké, spreek je, man. Hey, laters. Joe. En waar heldendom nog altijd ver te zoeken is. Nou, dan moeten we van de week even terugkomen. Als ik nou een zwaard bij me had gehad, dan... Het zwaard van de strijder arriveert en vindt zijn weg naar de drager. Laat één man van zich horen. Joël Labadie. Boom de la kaka kikomandingan eskere queen. Een man die vragen stelt. En even eerlijk, bro, ben je gaan wildplassen buiten? Dat kan ik nog bevestigen, nog ontkennen. Oké. Zonder daarbij zijn focus te verliezen. Soms ben ik onzeker omdat ik kortsluiting heb in mijn hoofd. En dan zit ik niet meer in de flow of zo. Begrijp je? Ja, bro. Bereid je voor op de actie. Ja, ik kom eraan. Oh ja, het is donderdag. Mijn vrouw die maakt enchiladas. Oeh. Met crème fraîche of met guacamole? Allebei. Bereid je voor op de moves. Ik zit nog steeds in die groove. Weet je wel? Snap je? Samen staan we sterker. Wow. Kun je niet even helpen? Nee, natuurlijk niet. Samen op één lijn. Is hij al geweest? Wie bedoel je, bro? Nou, die bus van 5 over. Is hij al geweest? Ik heb echt geen idee, bro. Geen idee? Hoe lang sta je hier al dan? Ja, niet echt op gelet, man. Labadi, labada. Hé, hey, wacht even. Dus je hoeft niet eens met de bus. No, man. Ik zat te wachten op mijn mattie, bro. In een bus halten? Ja toch, beetje onderdak voor de regen en zo. De zon schijnt.